Dan volgt nu een programma in de zendtijd van de politieke partijen. Goedenavond, kijkers. Het kan in het politieke leven soms vreemd lopen. Neem nu bijvoorbeeld de Haagse wethouder Ramlal. Hij heeft als wethouder meegeholpen honderden miljoenen guldens van de gemeente zoek te maken. Als beloning wordt hij nu lid van de Tweede Kamer. Dat lijkt dus een geschikte kracht om ook de staatsfinanciën verder in het honderd te schoppen. Dat komt er goed uit, want de regering is niet van plan het land gezond te maken. En dat kan ook niet, als de grenzen wijd open blijven staan en duizenden werklozen ons land blijven binnenstromen. Die mensen brengen grote kosten met zich mee. Zij moeten worden gehuisvest, onderwezen en te werk gesteld. De Nederlandse bevolking kan of moet daarvoor betalen. Het gevoerde beleid heeft het land straatarm gemaakt, zegt Lubbers zelf. Logisch dat de CD daar kritiek op heeft, ook al bevalt dat de andere partijen niet. De CD wijst al jaren op toenemende spanningen in onze samenleving. Zo kunnen mogelijk spanningen of conflicten ontstaan met vooral de aanhang van de fundamentalistische islamieten. De CD vindt dat in een goede democratie de regering aan de kiezers hoort te vragen of wij goed vinden dat onze samenleving in een multiculturele wordt veranderd. Maar dat is nooit gebeurd. De regering rommelt maar wat aan om dan Lubbers te laten constateren dat de samenleving ziek is. Daar kopen wij niets voor. Het beleid moet om. De CD wil beginnen met een stop op de discriminatie van Nederlanders. Als we Lubbers moeten geloven, gaat het in Nederland de goede kant op. Maar we geloven Lubbers niet meer. Totaal niet meer. Als deze minister-president met zijn karwei klaar is, is de staatsschuld drie keer zo hoog als toen hij begon. Hoe kan hij nou zeggen dat de financiën op orde komen? De schuld is zo hoog dat iedere werkende Nederlander van dat bedrag een dure personenauto had kunnen kopen. Die hebben we niet. We hebben wel de schulden waarvoor we loon moeten inleveren, waarvoor vele belastingen verhoogd worden en er nieuwe bij komen. Bezuinigen noemt Lubbers dat. Lubbers wil de problemen met de multiculturele samenleving verkleinen door vreemdelingen sneller Nederlander te maken. Als je hier 5 jaar bent, mag je Nederlander worden. Lubbers doet dus nu wat hij in het verleden heeft ontkend, minderheden in de watten gaan leggen. Want hij heeft er geen eisen bij gesteld. Hij heeft niet gezegd dat ze Nederlands moeten spreken. Hij heeft niet gezegd dat ze hier ingeburgerd moeten zijn. Lubbers gaat dus cadeautjes geven. Nederlanderschap, een exportartikel. In de Tweede Kamer zit voor de Partij van de Arbeid de heer Apostolou. Hij is nu Nederlander, was in het verleden een Griek en, zegt de heer Apostolou, een Griek blijft altijd een Griek. Dat nemen wij hem niet kwalijk, maar de CD vraagt zich af wat de beste man in het Nederlands parlement doet. Hij praat bij voorkeur over de minderhedenproblematiek. Dat zult u begrijpen. Bij zijn weggeven van het Nederlanderschap heeft Lubbers zich ook niet uitgelaten over criminele vreemdelingen. Vreemdelingen die hier zijn, vervallen soms in de criminaliteit. Ook komen criminele vreemdelingen ons land binnen. Moeten die ook Nederlander worden? In ieder geval heb ik in het verleden ontdekt dat criminele vreemdelingen zonder slag of stoot Nederlander kunnen worden. Dat kan je nu niet meer ontdekken, want die controle is van de Kamerleden afgenomen. Maar Lubbers wil criminele asielzoekers niet uitzetten, dus we vrezen het ergste. Dat Lubbers de werkloosheid met deze problemen kan bestrijden, is natuurlijk niet zo. Er komen vele werklozen van over de grens. Daar hebben wij geen werk voor. Lubbers importeert goedkope arbeidskrachten. Daar kan hij dus de lonen mee drukken, zoals in de zorgsector. De minister-president gelooft ook al niet meer dat je met hoge lonen de arbeidsmotivatie kan verbeteren en meer mensen aan het werk krijgt. Het is niet vreemd dat de CD in deze situatie gaat groeien. Goed gaat groeien. Veel mensen praten over ons. Andere partijen nemen onze standpunten over. Helpt u de CD hen onder druk zetten. Wij zullen duwen tot het land weer in de goede richting komt. U weet wel waarom.
Dit was een programma in de zendtijd van de politieke partijen.